De sporttest die enkele jaren geleden is geïntroduceerd bij het Nationaal Leger is nu ook opgenomen in de bevorderingsvoorwaarden. Dit werd gisteren meegedeeld door minister Krishna Kumari Mathura tijdens de bevordering van 156 militairen in de Mimrebuku-kazerne. Volgens de bewindsvrouw is deze eis toegevoegd omdat militairen alleen in staat zijn hun taken uit te voeren wanneer ze zowel fysiek als mentaal fit zijn. Het is ook in het belang van uw eigen gezondheid. Het is in het belang van uw gezinsleden en het is in het belang van heel Suriname. Want als we gezond en fit zijn, dan drukken we de medische kosten, maar zijn we ook niet afhankelijk en kunnen we andere dienstbaar zijn. Dus ik roep van deze plek uit elke militair om te starten met hun sport. Testen om te bewegen, om fysiek fit te blijven. Minister Mathura herinnerde de manschappen eraan wat de kerntaken van het leger is. Die kerntaken van het leger moeten gezien worden als een plicht en een roeping van de organisatie. Het beschermen van Suriname en haar belangen, haar natuurlijke hulpbronnen en ondersteuning bij het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Smokkel van natuurlijke hulpbronnen, illegale mensen- en goederenhandel, het vervuilen en vernietigen van het milieu en de beveiliging van de maritieme zone en territoriale wateren zijn onze kerntaken. Onze eerste en hoogste prioriteit. Daarvoor bestaat het leger. En iedereen die deel is van Defensie moet beseffen dat we hieraan elke dag moeten bijdragen. Mathura benadrukt dat elke militair zich bewust moet zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden om zowel mentaal als fysiek paraat te zijn. Daarnaast moeten ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, evenals een sterke attitude van eerlijkheid en oprechtheid in hun dienst aan het land.